Hartstikke gezellig. Dus shout-out naar alle Belgen. Super tof. Stephanie29, dankjewel voor je suppie. 15 maandjes al. En Lotka Gaming, 22 maandjes. Dankjewel. Daar gaan we even een foto van maken. Hoppakee. En Meisje2001, dankjewel voor je allereerste sub. Via Prime. Dames en heren, we gaan naar de allereerste bestelling. Je ziet het al hierboven staan. We gaan naar de allereerste bestelling van Jamie. Ik hoop trouwens dat mijn haar een beetje goed zit. Want ik vind eigenlijk streamen zonder pet ietsjes chiller. Want anders zit ik met mijn klep de hele tijd tegen die mooie game bro stoel van mij. Hier zo achter. Ja, ja. Heel trots op. Heel nice. Knuller, dankjewel. Ah, oh, dit is mooi, hè. Knuller geeft even een gifted sub aan Enzo is goat. Wordt gewaardeerd. Wat een complimentje weer. JDX, dankjewel voor de 8 maanden sub. En ik ga even de cappuccino laten zien zoals beloofd. Kijk, wat mooi is dit. Myron, die heeft echt een supermooi hartje gemaakt in de cappuccino. Jamie Simswild, dankjewel voor je 300 bits. En over jou wilde ik het net hebben, want Jamie die is er echt al vaak bij. En die heeft dus nu ook een bestelling geplaatst van een Pokémon-kaart die ik nieuw op de website heb gezet. Dus voor de mensen die nieuwsgierig zijn, uitroepteken Pokémon, dan kan je alles vinden. Danielle Bilius, ja hoor, ik hoef er niet meer over na te denken, maar ik heb jou gezien. Danielle Bilius is al super vaak in de stream voorbij geweest, heeft ook al vaker Pokémon-kaarten gekocht. En die heb ik gezien in Zeeland, was super leuk om je te ontmoeten. Je zegt, ik kan helaas niet de hele stream bijblijven. Wekkertje staat weer om 4:15. Maar ik kom toch nog even wat packs meepakken. Wie heeft er gewonnen met het potje Babe Uno? Die hebben we nog niet gespeeld. We hebben het spelletje keer op keer gespeeld. Maar het potje Babe Uno, die heb ik serieus in mijn tas klaar liggen om te spelen. En Mywin en ik die hebben bedacht dat wij een tas gaan maken. Dat als we ergens heen gaan, dat we die tas meenemen. Daar zitten altijd een paar standaard spelletjes in. En die Babe die heeft een plekje gekregen. Keihard, dus super lief daarvoor. Dankjewel. Vertox991, dankjewel voor de 4 maanden sub. Rebecca Rutte1996 vraagt in de Twitch-chat hoe het gaat. En het gaat supergoed met mij. Ik heb een fantastisch weekend gehad. Superveel mensen ontmoet. En ik heb dus echt drone shots gemaakt. Ik heb zeehonden gefilmd op de zeehondenbank. En ja, dat is gewoon een bank. Het wordt app, het wordt vloed. En daar komt dan een zandbank. En daar gaan die zeehonden lekker op liggen. En oh, weet je trouwens wat het bizar is? Ja, dit is eigenlijk helemaal niet leuk hoor. Dit is, hou je hart vast. Er is namelijk een orka overleden. En ik kom eigenlijk nooit in Zeeland. Kom ik serieus een weekendje in Zeeland. 40 kilometer van mij vandaan. Strand er. Want ik zat echt nog geen 500 meter van het strand af. 40 kilometer van mij vandaan is die orka aangespoeld. Die je misschien in het nieuws hebt gezien. Echt super zielig. Orka. Ja, we vinden het allemaal supermooie dieren, denk ik. Hè? Met z'n allen vinden we het super prachtig. Mooie, hè? Twee kleurige koeienkleuren. Mooi zwart, mooi wit. En die is overleden. Het zijn eigenlijk killerdieren, hè? Killer whales. Want hoe ze hun prooi achterna gaan en hoe ze spelen met hun prooi is eigenlijk gewoon echt bizar. Dat is gewoon echt heftig. Maar ze zien er super, super schattig uit. Nou goed, het was best wel sneu om te zien en om te horen te krijgen dat er die orka dus zo dicht bij mij en Myron daar zo was gestrand. Dus daar zijn we natuurlijk niet heen gegaan. We waren geen ramptoeristen, maar we hebben het wel gezien op het nieuws. Dus dat was echt super sneu. Samantha Heinz Ketchup. Dat is een leuke ketchup. Lekker. Ik was vandaag bij je meet and greet en vroeg me af of je al mijn brief hebt gelezen. Nee, ik heb alles op een stapel gelegd en daar ga ik nog doorheen spitten. Maar super leuk dat je er was. Dead number 40, dankjewel voor je sub via Prime. Wordt gewaardeerd. Mariantje, ook 7 maanden sub, maar dan ook een Prime, dankjewel. Jamie Simpson, thanks voor de 305 bits voor het eerst kaart gekocht. Spannend. En dan ben je ook nog als eerste aan de beurt. Gaan we zo checken. Knuller, dankjewel voor de gifted sub aan Tim van der Welbot. En StarQueen797, thanks voor de dono. Super nice. Maar is dat meisje die op die Pokémon post die laatst is dan Myron, want ze lijkt... Ja, zeker weten. Dat meisje op die Pokémon post is Myron, 100%. Ik ga zeker vanavond nog gamen, MarkNL 111. Bluebeard vraagt, is er al veel besteld? Zeker, want de booster pack van Jungle is uitverkocht. Meen je dat serieus? Wordt dit zo'n gekke avond, dames en heren? Oh my god. Yo, dit is wel gekke werk. Dit had ik ook absoluut niet verwacht. Of er veel is besteld, zeker weten. Ik zie namelijk, er is nog één fossil pack online. De andere fossil pack is verkocht en de jungle pack is ook verkocht. Dus we gaan twee van deze oude vintage packs openmaken. Alle champion path,
packs die zijn ook uitverkocht. De Celebration is uitverkocht. En alleen één van deze fossil packs staat nog online. En een paar andere tins staan nog online. Denk bijvoorbeeld aan deze Gallade tin. Aan deze Rotom tin. En aan deze Giratina, de meest populaire tin. Die staan nog online. De rest is uitverkocht. Maar we gaan eens eventjes beginnen bij een bestelling van Jamie. Die heeft de Champion Path besteld. En die heb ik nog nooit eerder opengemaakt. Hey, dames en heren, dankjewel voor die niveau 6 hype train. Thanks daarvoor. Shoutout naar jullie. Woutertje2233, dankjewel voor je donatie. Als er mensen nieuw zijn, welkom op mijn Twitch-kanaal. 9 van de 10 keer doe ik Pokémon streamen. En eigenlijk altijd sluit ik af met Warzone. Binnenkort wil ik ook wat andere spelletjes doen, zoals Overwatch 2. Maar dat wil ik dan wel graag doen met bijvoorbeeld Milan of met Noël. Want die spelen wel vaker Overwatch. En dan zit ik niet solo, YOLO in die matches te struggelen. Mickey97, dankjewel voor je sub. Wordt gewaardeerd. En als jullie vragen hebben, laat het weten in de Twitch-chat, want ik lees vaker reacties dan jullie denken. Want Rebecca Rutte zegt nu ook, oh mijn god, je leest mijn reactie op in de Twitch-chat. Maar ik let heel veel op de chat, want ik vind het gewoon gezellig om met z'n allen een leuke interactieve avond te hebben. Koluit, dankjewel voor je 9 maandjes. Dames en heren, ik heb hier de allereerste bestelling dus van Jamie. Die heeft een Champion Path besteld. Deze pack heb ik nog nooit eerder opengemaakt. En de kaarttruc bij deze is 1, 2, 3, 4. Je kan trouwens op 2 manieren op de pagina komen van Pokémon om te bestellen. Je kan de ScanMe scannen. Dus pak je telefoon erbij. Als je op de tv kijkt of zo, scan hem. Dan kom je op de pagina. En als je al ergens op zit, dan kan je gewoon uitroepteken Pokémon in de Twitch-chat doen. En dan kom je ook op de pagina. We hebben hier een Sharpedo. We hebben hier een fiets. Ik denk dat deze fiets is van Milan. Ik weet het niet zeker. Waarom hoef ik niet uit te leggen natuurlijk. We hebben Sonja Bakker. We hebben een goede vis van Daniel. Scraggy. Swablu. En dit is al ook al wat oudere set trouwens, hè? Deze Champion Path. Hier kan dus de Charizard in zitten. En als je die Charizard hebt, dan kan ik je vertellen, dan is het je avond. Oh, we hebben een Obstagoon. Deze is ook wel heel erg vet. Dit is weer even een andere soort holo dan we gewend zijn. Kijk die achtergrond ook met die wolken. Ziet er super vet uit. Het is een mooie holo, Jamie. Dit pakketje komt jouw kant op. En thanks voor je bestelling. En Knuller, dankjewel voor je gifted sub aan Demi Yo Daddy. Dat is weer een prachtige naam die je verzonnen hebt. Hey Rolinda, leuk dat je er weer bij bent. Hoe laat ga je gamen? Anders doe ik even een tukkie. Ik moet om 6 uur op. Hey Mark, ik kan je vertellen dat ik echt pas ga gamen om, ik denk, een uurtje of 11 of zo. Dus dat is over 2 uurtjes pas. Maar Jamie, dankjewel voor de allereerste bestelling. Ik leg jouw bestelling hier opzij. En bij elke bestelling, dames en heren, krijg je een handtekeningkaart erbij. En ik kan jullie vertellen dat we ook gaan beginnen met de winactie. FreakDanger93, dankjewel voor de 300 bits. Dames en heren, let goed op. Ik ga jullie uitleggen, ook voor de nieuwe mensen, hoe we dit gaan doen nu. Ik heb hier, namelijk, je ziet het in beeld, Pokémon kaart giveaway, 130 van de 100. Dat betekent dat we de 100 hebben gehaald en dat we dus een giveaway gaan doen. En dat die gereset kan worden naar 30. En we gaan één van deze twee kaarten weggeven. En dit is wel echt super dik, want dit is een Pikachu van de B-set uit 1999. Heeft een nummertje 8 gekregen van de 10. En dit is een Blastoise van de 2021 Celebration Set. Dus toen Pokémon 25 jaar bestond, toen kwamen ze met een speciale collectie. En daar komt deze Blastoise uit. Die heeft een 8,5. We gaan deze twee dus weggeven, om's de beurt. Deze gaan we weggeven nu, of deze. Dat hangt af van jullie. We gaan eerst even een poll in beeld laten komen. En die poll is namelijk het volgende. Wow, 1999 Pikachu, echt vet. Maar die Blastoise vind ik mooier, zegt Nikita. Snap ik. Ze zijn allebei wel heel erg vet. En ze komen uit mijn eigen collectie. Deze kaart heb ik zelf gepakt en die heb ik opgestuurd naar TGA en die zijn gegrade. We gaan eerst even een poll doen. Welke willen jullie graag winnen? De Blastoise of de Pikachu? En dan gaan we door naar de volgende bestelling. En dan ga ik straks aan jullie vertellen wat je moet doen om een van die kaarten te kunnen winnen. Dat is altijd super makkelijk voor de vaste kijkers die het weten. We hebben hier een bestelling van Linda. En Linda is een van de... We gaan naar Linda. Is een van de vaste mensen die iets bestelt. En die zegt, we gaan weer op naar de Pikachu. Laten we dat doen. Neem eerst even een slokje.
De poll komt eraan hoor, dames en heren. Duurt even. Power. Momentje hoor, heel even achter de schermen wat fixen. Oh. Huh? Huh? Hij is spiegelbeeld? Ah, gelukkig. Ik had het nog nooit gezien. What the heck? Ik drukte op verkeerd knopje. Oeps. Emma Owens, dankjewel voor je 12 maanden sub al. Ik ben al heel lang fan van je en je helpt me al heel veel, zoals anxiety. En door jouw vlogs te kijken helpt het mij. Super fijn om te horen, Emma, dat ik jou daarmee kan helpen. En heel veel sterkte ermee natuurlijk. Je staat er nooit alleen voor natuurlijk, hè. Yvetje, dankjewel voor de 3 maanden sub. Dames en heren, we gaan naar de volgende bestelling. Die is dus van Linda. Hey, dankjewel Giese voor het complimentje. Hey Enzo, wat voor pakje zit in de tins? Dat vraagt Sint. Even kijken wat jullie gestemd hebben trouwens. Oh, 65% zeg ik wil de Pikachu winnen. En 35% de Blastoise. We gaan het op de volgende manier doen, dames en heren. De volgende poll gaat zijn links of rechts. Ik heb namelijk links de Blastoise, rechts de Pikachu. Maar wat ik ga doen is, ik ga deze, en let op hè, ik ga deze kaarten omdraaien. Dus dit is de Blastoise, dit is de Pikachu. En blijf goed opletten, dames en heren. Blijf goed opletten. Ja, we gaan ze gewoon even door elkaar husselen. Als jij de Blastoise wil, dan blijft die Blastoise dan volgen. Maar als jij die Pikachu wil, dan blijft die Pikachu volgen. Blijf dat goed doen. Ja, dit is, lijkt wel Hans Kazan hier zo. Oh mijn god, wat een magie, wat een magie. Het is echt bizar, want mensen die hebben het altijd goed. Ik leg hem neer. Wat willen jullie? Links of rechts? Laat het maar weten, dames en heren. Links of rechts? Welke gaat het worden? En welke er het meest op gestemd wordt, die gaan we weggeven. Ik ben heel benieuwd. Links of rechts? Jullie kunnen nog heel even stemmen. Hey, dankjewel Jamie Simswold voor je donatie. Ik heb een nieuwe bureau binnen, zegt Jamie. En mijn tweede scherm nu alleen nog toetsenbord halen, dan ook eindelijk streamen. Keihard. Super vet. Heel erg nice. Notice Suncube, dankjewel voor je 2 maanden sub, wordt gewaardeerd. En Mr. Wolf Girl, dankjewel voor je suppie. Thank you very much. Dames en heren, dit gaat aardig nek aan nek. Ik ben heel erg benieuwd welke kaart we gaan weggeven. En de andere kaart gaan we dan bij de volgende 100 subs, als we dat halen, deze stream weggeven. XX Veerle, dankjewel voor de 14 maanden sub met als tekst erbij. Bedankt voor de leuke vlogs, meetings en streams. Ga zo door, je bent een topper. Veerle, je bent ook een topper, dankjewel. En leuk dat je kijkt naar de stream. Dames en heren, het is geworden rechts. 56% heeft gestemd op rechts. Dus daar gaan we kijken. We gaan kijken wat rechts is. Het is de Blastoise. We gaan de Blastoise weggeven, dames en heren. Dat is rechts waar het meest op is gestemd. Dat betekent dat we de Pikachu straks gaan weggeven als we de 100 subs weer halen. Maar nu de Blastoise. En wat we gaan doen, dames en heren, is het volgende. Als jij kans wil maken op deze kaart, het enige wat je hoeft te doen, en dan na de bestelling van Linda gaan we de winnaar bekendmaken. Dus dat duurt echt, ik denk, misschien max 5 minuutjes. Dames en heren, Blastoise. Typ Blastoise in de chat. Dan doe je automatisch mee met een systeem. En dan na de bestelling van Linda, klik de moderator van mij, klikt op een knop. Komt er random een naam uit. Daar heb ik geen invloed op. En dan gaat er een naam uitkomen. Die ga ik opnoemen. En die heeft dan de kaart gewonnen. Zo simpel kan het zijn, dames en heren. We hebben hier een Giratina. We hebben hier ook een Gallade. En we hebben een Champion Path. Voor Linda. We gaan als allereerste openmaken de Champion Path. De Champion Path. Ik zie heel erg veel mensen voor de eerste keer chatten in de Twitch stream. Er wordt natuurlijk iets weggegeven, dus dan gaan mensen natuurlijk wel in één keer chatten. Nou, het is jullie gegund, dames en heren. Kom lekker meedoen met de winactie. Orim NL, dankjewel voor je suppie via Prime. Dames en heren, daar gaan we. Wat zien deze kaarten er mooi uit. Kijk nou eens eventjes. Super mooie print. En super mooi gecenterd. En dan hoop ik ook op een super mooie kaart voor Linda. Super. Daar gaat hij, dames en heren. Voor Linda, de Champion Path. Rockruff. Dit is ook echt een vette artwork. Oeh, Vulpix. Zo, die is echt roder dan rood. Dat is niet normaal. Dan hebben we Linoon. Oeh, kijk eens eventjes. Ik ben gek op energy kaarten. Dus dit vind ik serieus een vette pool. Oh, nice. We hebben een 4-kaartje. Dreadnought 4-kaart.
En we hebben dus de Reverse Energy Card. Kijk eens aan, Linda. Ik moet zeggen, wel een mooi dubbel hitje, hoor. Ik zou er blij mee zijn. Gefeliciteerd met je mooie kaartjes. Die worden in ieder geval naar je opgestuurd, maar we zijn nog niet klaar. Want we gaan naar de Gallade Tin. En wat zit er nou in die tin? Want dat werd eerder deze stream gevraagd. Er zit in die tin een vierkaartje van Gallade. Die is echt super vet. En er zitten vier packs in één tin. 2 Lost Origin en 2 Fusion Strike. We gaan eerst de Fusion Strike doen. Daarna gaan we naar de Lost Origin. Dijdiots, dankjewel voor de 300 bits. Wordt gewaardeerd. Mooi Blastoise kaartje was dat wel. Zeker weten. Die Blastoise kaart, super nice. Oeh, Croconaw, die is echt vet. De Fusion Strike heeft ook echt super vette pools. En straks gaan we natuurlijk weer interactief even lekker babbelen met z'n allen. En dan ga ik vragen beantwoorden. Maar nu het enige wat ik natuurlijk voorbij zie komen. Oeh, nice. Deze kaart is echt sick. Echt een stoere pose die Toxtricity heeft. Maar het enige wat ik nu natuurlijk voorbij zie komen in de chat, en dat snap ik, is Blastoise. Dus er valt weinig vragen te beantwoorden. Maar daar kom ik straks weer op. 1, 2, 3, 4. Dat is de kaarttruc van de Fusion Strike. Daar gaan we, dames en heren. De Darkrai. De Croconaw. Alweer trouwens. Sparkle. Pampoor. Ja, wie gaat de Blastoise kaart winnen, dames en heren? Ik ga sowieso vaker giveaways doen. En oeh, nice. We hebben een Rillaboom 4 kaartje. Dijdiots, dankjewel voor de 300 bits. Het is... Oh, het is The Idiots. Oh, ja, je kan het ook Dijdiots, hè? Ja, ik ben van een nette taalgebruik, hè? Dus je merkt het alweer. Netjes opgevoed. Nee hoor, The Idiots. Hey, thanks voor de 300 bits, baas. Oké, dit is dan de Lost Origin, dames en heren. Even kijken of we een Pikachu kunnen poelen voor Linda. Want Linda, die spaart Pikachu's. En of ze het nou wil sparen of niet, ze krijgen ze altijd. Ja hoor, ik zei het toch. Dit is dus wat er gebeurt als Linda bestelt. De Pikachu. Wow. Altijd de Pikachu. Volgens mij is dat je 51ste Pikachu al. Ongelooflijk. Ik heb trouwens ook nieuwe... toploaders. Dus als er een mooi hitje komt, een holo hitje bijvoorbeeld, dan gaan we de nieuwe toploader even voorbij zien komen. Die heeft alles te maken met groen, met de energy card. De Idiots, dankjewel voor 300 bits weer. Ja, ja, zeker netjes opgevoed. Hoe is het nu met je meisje? Ja, gaat supergoed. Die ligt nu wel op de bank. Die heeft net gedoucht. Die is een beetje moe van de meet and greets. En die is lekker aan het chillen. Oeh, we hebben een Gengar en we hebben een Electros. Maar ik ga die Gengar gewoon eventjes in de toploader doen voor je, Linda. Kijk, hier hebben we de toploader. Daar gaat hij. Even het kaartje er netjes in doen. Kijk, deze toploader ziet er wel echt super vet uit met die groene randjes. Dus de nieuwe toploader, die wordt sowieso naar je opgestuurd. En dan gaan we nu door naar de volgende. En dat is de Giratina. En die heeft precies hetzelfde. Namelijk 2 keer de Fusion Strike en 2 keer de Lost Origin. Niet met een rode rand. Misschien een goed idee voor Knolpower. Ja, klopt. Ik wilde heel graag een toploader met rode rand. Maar ik kan je vertellen, die zijn er niet. En ik weet niet of ik die speciaal kan laten maken. Want die groene rand, dat is gewoon via een bedrijf waar je ze kan bestellen. En dat is trouwens Flashcards. Shoutout naar Flashcards. Hier, Sandshrew, Reverse en een Huntail. En ik wil sowieso even een shoutout doen naar Flashcards. Flashcards, die was afgelopen weekend ook weer bij de Meet and Greet. In Zeeland, bij Renesse. En die hebben daar ook gestaan met de Pokémon stand. En dat is echt super tof. MVDE 2000, dankjewel voor de 22 maanden subbaas. Leuk dat je er weer bij bent. Fijne avond en hopelijk ga je genieten. Smurfy 89, dankjewel voor je 12 maanden sub. Corviknight. En we hebben een Toxel Reverse. Dames en heren, er doen zo ongelooflijk veel mensen mee met de giveaway van de Blastoise. Dat is niet normaal. En we hebben het er wel vaker over gehad. Althans, ik had voorgesteld, willen jullie dat ik niet alleen bij de 100 subs een kaartje ga weggeven. Maar misschien is het wel leuk om een keer een Pokémon pakje weg te geven. Of een Pokémon box. Nou, daar werden jullie natuurlijk helemaal lijp van. Dus dat gaan we binnenkort ook even een keertje doen. Hé, hey, dat is wel heel erg toevallig. We hebben de Reverse Greedent en de normale. En we gaan straks dus een van die vintage packs die je hier ziet openmaken. Dit is de laatste pack voor jou, Linda. Dan gaan we de winnaar bekendmaken van de Blastoise. 1, 2, 3, 4. Ik kan trouwens ook vertellen, voor iedereen die de vlogs kijkt en weet dat we bezig zijn met verhuizen, en voor iedereen die schoenenliefhebber is, ik heb zo ongelooflijk veel schoenen. En aangezien ik ga verhuizen, ga ik ook heel veel schoenen verkopen. Oeh, nice. Spirit Omp. En een Giratina. Nice, dubbel hitje. Spirit Omp.
En we hebben de Giratina. En die Giratina 4-kaart, die ga ik eventjes in een toploader doen. En heel veel schoenen van mij ga ik verkopen. Dat ga ik dan doen via mijn Vinted-account. Maar dat laat ik jullie wel eventjes weten dan. En dan zal ik het wel even vertellen via de vlog. Linda, heel erg bedankt voor je bestelling. De kaarten worden naar je opgestuurd. Met natuurlijk ook weer een handtekeningkaart erbij. Wat voor schoenen ga ik verkopen? Denk aan... En natuurlijk ga ik daar een mooie prijs van maken. Dus geen nieuwe prijzen of wat dan ook. Ik ga daar mooie prijzen van maken. Denk dan bijvoorbeeld aan Balenciaga. Die Triple S, die ga ik voor mooie prijzen erop zetten. Yeezys ga ik voor mooie prijzen erop zetten. En dat zijn dan schoenen die ik heb gedragen, maar die ik gewoon niet zo vaak meer draag. Dus dan weten jullie dat. Maar daar hou ik jullie wel even van op de hoogte. Dames en heren, ik ga even vragen of er een winnaar uit kan komen. En dan ga ik die eventjes opnoemen. Ik heb het nu opgevraagd. De winnaar komt er zo aan. WDNL, dankjewel voor je sub via Prime. Wordt gewaardeerd. TNT Bates B, dankjewel voor je sub via Prime. En Freak Danger 93, dankjewel voor je sub. Dames en heren, de winnaar is geworden van deze giveaway. Deze prachtige Blastoise uit 2021, een 8,5. Is geworden een meisje genaamd J tot de Jessica. Jessica 1991, gefeliciteerd met deze prachtige Blastoise. Jessica 1991, ik wil jou eventjes vragen. Neem eventjes contact op met Jarno. Jarno zal nu wel even spammen. Dat ben ik. Dat zal hij wel even spammen. Stuur even een berichtje naar Jarno. Nee, geen smileys Jarno. Gewoon dat ben ik. Jarno, doe even dat ben ik. Ja, kijk, dat ben ik. Dat is Jarno. En stuur even een berichtje daarheen, Jessica 1991. En dan stuur even je adres naar Jarno. Dan gaan we ervoor zorgen dat deze prachtige kaart heel huis bij jou in de brievenbus valt. De volgende kaart die wij gaan weggeven, dames en heren, er is geen twijfel meer over mogelijk. Als wij de 100 subs halen, we zitten nu op de 40, dan gaan we deze Pikachu uit 1999 van de B-set weggeven. Dus dan weten jullie dat. Pampin, dankjewel voor je donatie. Oi. DM gestuurd, speciaal vraagje. Oh, dan moet je even je Insta geven, Pampin. Yoshi België, tof dat je weer bij bent. Dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, ik kreeg van de postbode een pakketje en ik dacht, ik heb toch geen kaas besteld? Omdat het pakketje misschien uit Nederland komt. Nee, volgens mij België trouwens. En het waren mijn Pokémon kaarten. PS, hey, groetjes uit België. Dankjewel, Yoshi. Dankjewel, baas. Dames en heren, dat was de bestelling van Linda. Ik hoop dat je blij bent, Linda, met je nieuwe Pikachu. Dan gaan we nu, dames en heren, naar Valerie. Valerie. En die heeft besteld wel echt een hele leuke box. Namelijk een ETB van de 25 Year Celebration. Dat betekent... En hier zitten echt aardig wat packs in. Er zitten namelijk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Celebration packs in. En er zitten 2 keer Darkness of Blaze, Vivid Voltage, Chilling Rain en Battle Styles. En weet je wat? Wij gaan deze keer gewoon beginnen met die Celebrations, omdat die superleuk zijn. En hoe dat werkt is, we gaan hem openmaken. En dan is de kaarttruc even als volgt. Namelijk, de derde kaart doen we naar achter en dan draaien we hem om. En dan gaan we een Charizard, een Venusaur of een Blastoise poelen. Ah, daar hebben we in ieder geval de Surfing Pikachu. En dan nu... Oh, professor ook. Als dit nou een Venusaur, een Charizard of een Holo was. Dat was wel echt keihard geweest. Maar goed. Misschien komt hij nog. We gaan door naar de volgende. Want dat is het vette van deze set. Dat er dus serieus een Charizard, een Blastoise die we dus net hebben weggegeven. Of een Venusaur in kan zitten. Dus laten we het hopen. Daar gaat hij. Een Cosmog. Elftal. We hebben een Surfing Pikachu. En een Zekrom. Kijk, die Surfing Pikachu gaat natuurlijk even in een hoesje. Zo jammer dat er in Celebration set maar heel weinig kaarten in zitten. Klopt. Klopt, zeker weten. Heel weinig kaarten. Maar als je dan die Charizard, Blastoise of Venusaur hebt, dan spring je een gat in de lucht. Pampin, dankjewel voor je donatie, man. Ik zet hem even apart. Ik ga daarna kijken. Dankjewel. Shoutout naar jou. En thanks dat je de stream kijkt. Superleuk om mijn verjaardag af te sluiten met jouw stream. Nou, voor als je nu kijkt. Gefeliciteerd met je verjaardag. En ja, de laatste uurtjes zijn ingegaan. Nog minder dan 3 uurtjes jarig. We hebben hier een Professor Research. Een full art trainerkaart. Dat zijn vette kaartjes. Er zijn trouwens mensen
die gewoon alleen maar trainerkaarten sparen. De Dark Gyarados, ook een super dikke kaart. Klopt. Hé, hey Martijn, dankjewel voor je complimentje in de Twitch-chat. Shout-out naar jou. Daar gaan we, dames en heren. We hebben een Lugia. We hebben een Ho-Oh. Een Solgaleo. En... oh, nice! We hebben de Garchomp. Zo, dit is wel één van de shiny kaarten die je kan krijgen. En deze gaan we natuurlijk even in een nieuwe toploader doen. Hoppakee. Ik ga wel vragen trouwens of we een toploader kunnen fixen met een rode rand. Dat zou echt episch zijn. Dat zou echt heel episch zijn. Ik hoop het. We gaan ervoor. Freak Danger 93. Dankjewel voor je gifted sub aan Grumpert. Ik zie serieus horrorclowntje. Goeie naam trouwens voor deze periode. Want we zien natuurlijk alleen maar gevaarlijke enge dingen voorbij komen. Ik bedoel Jeffrey Dahmer. Ongelooflijk. Wat een serie. Ik heb hem niet gezien. Maar ik bedoel natuurlijk ook Halloween. Pumpkin Carvin. Ik weet niet of jullie de video hebben gezien van mij en Milan. Ik vind hem echt geniaal geworden. En Walibi Fright Nights is bezig. En daarnaast, dames en heren, de Escape Room Halloween editie komt eraan. Oh, hier trouwens even een random Charizard Venusaur Blastoise. Oh, nee. Ik wou zeggen nog beter. Voor sommigen wel. Maar we hebben hier de Birthday Pikachu. En dit is wel echt een hele geliefde kaart. Deze is super tof. En nu hadden we eigenlijk een gele toploader moeten hebben. Met gele randjes. Oh, dit is een dik kaartje hoor. Gefeliciteerd Valerie. Ik zet hem even bij de Pikachu neer op mijn schouder. Mooi kaartje. Melanietje25, dankjewel voor je sub. En Roysteen2020, dankjewel voor je sub via Prime. Maar een horrorclowntje zei dus dat je wel een rood randje hebt. Oeh, nice. We hebben een Surfing Pikachu VMAX. En? Pikachu. We hebben een Groudon. Maar er is dus wel zo'n toploader met een rood randje. Nou, die ga ik dan wel eventjes opzoeken hoor. Power. Die moet ik dan natuurlijk wel hebben. Oh my god. Freak Danger, dames en heren. Komt even binnenvallen met... hoeveel zijn het? 10 gifted subs, dames en heren. Ongelooflijk. Dankjewel, Freak Danger 93. Shoutout naar jou. Thanks dat je erbij bent op de zondagavond. Daar komt hij hoor. Meteen een goede hit. Je hebt ons een beetje good luck gegeven. 1, 2. Oh, de Dark Gyarados. Let's go. Oh, dit is een heerlijk kaartje hoor. Kijk die shiny, dames en heren. En Starissa NL komt ook even binnen klappen met een gifted suppie aan Japie. Kijk eens. Hopsakee. Wat een heerlijk kaartje. Boom. De Dark Gyarados. Dit is echt een heerlijk kaartje. Nice. Beam. Zo, die doe ik alvast in het pakketje. Oké, daar gaat hij. We hebben nog 2 Celebration Packs, dames en heren. Daarna gaan we over naar de Darkness Ablaze. Oeh, nice. We hebben weer een mooie Pikachu. En een Zekrom. Pikachu natuurlijk even in een hoesie. Dan gaan we naar de laatste Celebration Set. Je hebt je haar weer gedaan. Echt leuk. Nou, Blue Game, dankjewel voor het complimentje. Maar ik heb mijn haar niet gedaan. Ik heb gewoon letterlijk geen pet op. Het ziet er ook gewoon een beetje vettig uit, geloof ik. Of niet? Ik heb mijn haar gewoon niet gedaan. Maar dankjewel voor het complimentje alsnog. 010 Wizard. Dankjewel voor de 15 maanden sub. Dames en heren, we gaan naar de Vivid Voltage. De Celebration Packs zijn voorbij. En ik moet zeggen, die Birthday Pikachu Dark Gyarados zijn wel echt heerlijke hits hoor. Valerie, dankjewel voor je bestelling. De Vivid Voltage. Al een tijdje geleden dat ik die heb opengemaakt. Qua losse packs. Hebben we een mooie Eevee tussen zitten. En we hebben hier een Dreadnought. Oh! En Freak Danger, kom weer binnenvallen! Met die 10 gifted subs. Dankjewel, Freak Danger. Oh, en wat een heerlijk trainerkaartje is dit, hoor. Een full art trainerkaartje. Kijk eens even. Wat een heerlijk kaartje. Ik ga hem hier gewoon bijzetten, hoor. Hey, dankjewel, Freak Danger. Tof dat je erbij bent. Thanks voor je suppie. Voor je gifted suppies, trouwens. En ik moet mijn koffie niet vergeten. Mijn cappuccino. Cappuccino. Daar gaat hij. The Darkness Ablaze. 1, 2, 3, 4. Ja, hoe heet dat liedje? Ik heb geen idee. Ik heb letterlijk op mijn soundboard staan hype. Dat is gewoon letterlijk hype.
Pokémon Broeders. Ik dacht serieus dat dat er stond. Maar Pokémon Breeders. Kennen jullie dat nog van die Pokémon game? Dat je, ja, dat heb je nu nog steeds trouwens. Dat je je Pokémon heen brengt. En dat die getraind wordt voor je, geleveld wordt. En dat je dan later weer op gaat halen. En dat die in één keer 10 levels omhoog is of zo. Ik vond het altijd zo vet. Ik vond het echt geniaal altijd. Wie kent dat nog? Zijn er mensen eigenlijk in de chat hier zo die Pokémon games hebben gespeeld? Ja, Martijn die zegt, ja man, ik ken dat nog wel. Hey, Game Ziana, die heeft ook even opgezocht. En er zijn serieus dus rode toploaders. Oh, die moet ik hebben hoor. Ik heb alle oude games nog, zegt Horrorclowntje. Dat is keihard. Dat is echt keihard. Ik wil serieus eigenlijk weer een Game Boy Color aanschaffen. En dan gewoon die oude Pokémon spelen. Adnan zegt ook, bro, beste tijd. Ik voel je, Adnan. Ik voel jou, man. Enzo komt goed, zegt Pokefellas. Dames en heren, het gaat goed komen. Die rode toploaders komen er gewoon aan, hoor. Dan gaan we gewoon afwisselen. Groene en rode toploaders. Een chestplate. Dit doet me denken. En laat jullie even horen in de chat. Wie van jullie heeft RuneScape gespeeld? Laat je horen, man. Een Rune chestplate. Kom op, man. We ownen die noobs in die wildie. PK. DDPS. Poison. Double attack. Special attack. Ta-ta-ta-ta-ta. Bam, jongen. Dikke Abyssal Whip. Kets. Hoppa, gek. Even een paar van die dragons verslaan. Ktsch, ktsch. Attack 99, defense 99. Laat die strength maar zitten, man. Gewoon alleen maar attack, defense. Ktsch, ktsch. Yo, ik word er gewoon helemaal hyped van, hè. Oh, man. Ik krijg serieus een beetje traantjes van mijn ogen. Die oude RuneScape-tijd. Dat ik gewoon dacht dat ik helemaal de shit was toen ik lobsters kon vissen. Wow, en toen ik sharks kon vissen, dacht ik mijn leven is compleet. Geniaal. Geniaal. Zo, Spijks uit zegt Godsword. Poeh, dat zwaard is gruwelijk. Gruwelijk. Valerie, je hebt prachtige kaarten en je hebt een prachtige naam. Dus dat gaat mooi samen. Gefeliciteerd met je mooie kaartjes. Dankjewel voor je bestelling. En er komt ook een handtekeningkaartje bij. Dus deze gaat op de post. En ik hoop dat de postbode voorzichtig is met pakketje. Ik snap niet dat ik nog zoveel energie heb na de meet and greet weekend. Maar ik ben er. En we gaan knallen door naar de volgende bestelling. En die, dames en heren, is van Danny. Danny. Die heeft een Rotom. Een Rotom-tin. Dames en heren, de Rotom bevat natuurlijk een promokaart van Rotom. En twee keer de Fusion Strike. En twee keer Lost Origin. Kijken naar een topstream, zegt Dark Butcher. En op de Switch Pokémon spelen. Er zijn geen betere avonden. Bro, dankjewel voor het prachtige compliment. Dankjewel. Cross Switcher. Ik zie iemand, Bansky89, uitroepteken Pokémon in de chat doen. Maar ik kan je vertellen dat alles wat ik online had staan, behalve één packie, maar dat is een duur vintage packie, is uitverkocht. Alles uitverkocht. Dat is ongelooflijk. Ik mis RuneScape nu erg ziek, man. Elke dag grinden was niet normaal. Ik had 10 keer 99 skill. Ja, zal ik jullie verklappen? Wat denken jullie trouwens? Voor de RuneScape onder ons, hè. Wat denken jullie dat mijn allereerste 99 skill was? En ik kan jullie vertellen, het is niet eentje per se waar ik trots op kan zijn. Het is de meest simpele. Het is geen woodcutting. Ja, het is cooking. Het is cooking. Ja, man, cooking. Dat was mijn allereerste, hè. Liep ik daar met mijn cooking cape. Helemaal de shit. Yeah, yeah. 99 cooking. Nou, en toen echt gewoon 2 jaar later had iedereen hem. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed. Mark NL 111. Dankjewel voor je donatie. Yo, Enzo, je bent een baas. Ik ga even een tukje doen. Ben zo terug. Fijne avond. Jij bent een baas, bro. Serieus. Je gaat een tukje doen omdat je morgen zo vroeg moet opstaan. En je wilt gamen niet missen. Dat je straks bij het gamen weer erbij bent. Bro, dat is insane. Insane. RuneScape 3 is beter. Ja, dat is wel een discussie, hoor. Dat wordt wel een discussie. Ik weet niet of je die met mij aan wil gaan, maar ik weet niet of jij het hebt meegemaakt. Dat je stiekem, s'avonds, want ik woonde toen bij mijn opa en oma. En ik weet niet of je ooit hebt meegemaakt dat je dan stiekem, als je opa en oma op bed liggen, dat je stiekem naar de zolderkamer gaat in je onderbroek, tree voor tree, gewoon een halve minuut doet.
per tray. En ik zweer het je, dit is geen grap. Dit is true story. Dit is echt gebeurd. Ik ging serieus, mijn opa en oma waren op bed. En ik ging tray voor tray. Echt, ik deed een half minuut over één tray. Omdat als ik op één zo'n trayplank ging staan van de trap. Kraken, jongen, dat was niet normaal. Wat was dat voor hout? Helemaal verrot of zo. Dus echt tray voor tray, 30 seconden. En weet je wat het enge daarvan was? Kijk, ik heb bij mijn opa en oma hadden we zo'n trap. En die trap ging schuin omhoog. En halverwege die trap kon je dus tussen die trades door. Boven de deur van mijn opa en oma had je dus een stuk glas. Dus ik ben een keertje betrapt. Omdat ze zeiden, we zagen je door het glas. En dan deed mijn oma en die zei, naar beneden, naar bed. En toen dacht ik, nee. Dus het was super spannend. Want ik dacht, shit, ze kunnen me door die treeplanken zien. Dus ik zou echt treetje voor treetje. En als het dan was gelukt, dan deed ik zo'n dansje zo. Roen escape, nee, yeah, yeah. Ik zweer het je. En dan had ik de deur zo zachtjes open en zo zachtjes dicht. En dan zat ik daar in mijn onderbroek. Ik weet geen eens hoe oud ik was, 13 jaar of zo. En dan zat ik daar te runescapen stiekem tot echt 4 uur in de nacht of 5 uur. En ik ben wel een keer in slaap gevallen achter de computer. En het enige wat ik deed zoals was lobsters vissen. Ik zweer het je. Ik ben ook wel stiekem met Milan samen naar boven gegaan. Gingen we samen runescapen. Man, dit is zo mooi, hè. Dit is echt geniaal. Wat een tijden. En dat doet me denken aan runescape. Goed. Wat was je rank op League? Ik was Diamond. Diamonds in the sky. Wow. Dames en heren, we hebben hier een bestelling van Imperfect Human, oftewel Aus. En die heeft besteld een Champion Path. Dames en heren, een Champion Path. En zo volg je ook het Belgisch voetbal. Club Brugge is al door. Nee, ik volg dat niet. Sorry, maat. Sorry. Maar volgens mij is het wel een goede club, toch? Club Brugge. Dames en heren, daar gaan we. We hebben Champion Path. Hier heb ik nog niet per se hele goede hits uit gehad. Maar het zijn wel nieuwe kaarten die ik online heb gezet. En als je een goede hit hebt, dan heb ik het over... Nou, eigenlijk is dat dan meteen de beste hit. Dat is de Charizard. Maar die zullen we niet krijgen. Oh, we hebben wel een holo. Scrafty. Oftewel, Aus die heeft een gok erop gewaagd. Gok erop gewaagd? Of opgeweegd? Nee, opgewaagd. En voor één Champion Path, Packy, zat wel een holo in. Maar geen mega zeldzame. Freak Danger. Hey, thanks bro. Voor je 15 euro's. Love now, kom mijn tin deze stream ook. Zeker. Iedereen die heeft besteld, komt deze stream voorbij. 100%. Zo. Dames en heren, we gaan naar de volgende bestelling. En die is van... Oh my god, Wouter. Oh my god, Wouter. Yo, dames en heren. Kan ik even een paar vlammetjes krijgen in de chat voor Wouter? Kan ik even een paar vlammetjes krijgen voor Wouter? Jullie gaan niet geloven wat die man heeft gedaan. Ja, juist. Ik zie vlammetjes. Hey Robin, dankjewel voor je dono trouwens nog. Ik heb Jarno een link gegeven van de toploads met rood randje. Hey Robin, dankjewel baas. Wordt gewaardeerd. En Annoying Kiddo, dankjewel voor de 19 maanden sub. Yo Enzo, je bent de baas. Ik krijg even een tukje. Oh ja, dat was Mark. Oké, dames en heren. Ik ga jullie vertellen wat Wouter heeft gedaan. Wouter, die... Dames en heren, ik kan dit niet geloven. Wat dan? Ik zweer het je. Voor iedereen die er nu bij is. Dit is de allergrootste, ziekste, dikste bestelling die ik ooit heb gehad op livestream. En ik weet nog dat Wouter een dono deed aan het begin van de stream. En wat zei Wouters... Wat zei Wouter ook weer? Wouter die zei... of nee, hè, wat zei hij? Ik weet niet of ik hem nog kan vinden. Ik zit te scrollen en te scrollen. Ja, Wouter die zei in ieder geval... Yo man, ik heb een... Ja, we zijn er weer. Mooie bestelling geplaatst. Succes dit keer met openen. Trek er alsjeblieft wat moois uit. Nou, Wouter, sowieso gaan we er wat moois uit trekken. Want jij hebt besteld. En dit, jullie gaan schrikken. Wouter heeft niet besteld. 1 elite trainerbox van The Celebration. Niet 2. Maar Wouter die heeft 3 elite trainerboxen van de 25 jaar Celebration besteld. Dus die gaan we serieus voor Wouter openmaken. Maar dat is nog niet het enige. Want Nikita zegt wow 3. Maar Wouter heeft ook besteld niet 1 tin van Gallade. Maar 2 tins van Gallade.
Dus die gaan we ook openmaken. Oh my god. Maar, dat is nog niet alles. Want Wouter heeft ook besteld. Dames en heren, dit gaan jullie vet vinden. Wouter heeft ook deze besteld. Yo, Wouter. Dit wordt echt insane. En dames en heren, om het nog zieker te maken. Martijn zegt ook, nee, we gaan een fossil pack openmaken. Maar om het nog zieker te maken. Wouter heeft ook besteld de jungle pack. Dit wordt een opening nou. Dit is een livestream geworden, dames en heren. Om u tegen te zeggen. We gaan een fossil pack openmaken. Een jungle pack, 3 elite trainerboxen en 2 keer de Glade. Oh, dit is echt insane. Zullen we gewoon beginnen met een van die vintage packs, dames en heren, om die hype erin te houden? Zullen we dat doen? Want dat wordt gekhuis, hoor. Hey, Jamie Simpson, thanks voor je dono. Hey Enzo, ik ben er niet te lang. Wekker gaat morgen om 4:30. Snap ik. Superleuk dat je erbij bent in ieder geval. Knol power. Jong succes, dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, ik wilde even zeggen dat je leuke vlogs maakt. Ten tweede vond ik het ook super tof dat je mijn TikTok had gerepost op je story. Hey, jong succes, shout-out naar jou, man. Thanks. Dus ik heb gelachen, ook was mijn eigen content, maar was leuk. Harm, dankjewel voor de 22 maanden ondertussen. I don't care, Danique. Tenminste, ik denk dat daar IDC voor staat. Weet niet zeker. Dankjewel voor je suppie. En lekker dat je erbij bent op zondagavond. En Myron Koops, oftewel Miron Koops. 21 maand sub, mijn lieve vriendin. Even een fotokusje. Slaap lekker, schat. Dames en heren. We gaan beginnen. Met deze super dikke fossil pack. Dames en heren. Dit is een packie. Daar kunnen echt kaarten in zitten. En eventjes voor de duidelijkheid, dames en heren. Deze pack is, en voor de mensen die het niet weten, dit is een hele oude pack. Dit is een fossil pack. En deze is verkocht onder het nom. Dankjewel trouwens, Woutertje, voor je dono. Herinner je me nog van vorige week? Toen had ik ook een flinke bestelling. Ja, dat weet ik, maat. Zeker. Kaarten heb ik heel netjes binnengekomen. Super blij mee. Super, man. Thanks om te horen. En dit wordt ook zeker echt heel erg dik. En deze fossil pack, dames en heren, is verkocht op de website als possible heavy. Dat betekent dat hij gewogen is en dat hij zwaar was. En als zo'n packie zwaar is, betekent het eigenlijk altijd dat het een holo is. Is het geen holo, dan krijgt 100% Wouter zijn geld terug. Dus dit is een holo dat de binnenkant glinstert. Als het geen holo is, krijgt Wouter zijn geld terug. Want hij heeft hem gekocht met het idee dat deze holo is. Dus dat wilde ik wel even gezegd hebben, dus dat is belangrijk. Dus daar gaat hij, dames en heren. Geen holo is geld terug, daar komt het op neer. Freak Danger, dankjewel voor de 5 gifted subs, baas. Wordt ontzettend gewaardeerd, dankjewel voor de support. Oké, daar hebben we hem. De fossil. Wouter, ik hoop dat je er ready voor bent. De kaarttruc, dames en heren. Bij een fossil pack... is 3. Dus 1, 2, 3. Oh, en deze packs zijn oud, hè? Deze packs zijn oud. Daar gaan we. Kijk deze, kijk. Ik neem nog even een slok cappuccino. Ai, ai, ai. Gijs, die zegt, Marion, jij en Enzo stralen echt positiviteit uit. Dankjewel, Gijs. Thanks voor de support. Daar gaat hij. We hebben een goalbath. We blijven even bij de grass types. We hebben hier een Weezing. En kijk hoe mooi deze packs zijn, hé, van de fossil. Oh. We hebben hier een trainer, een recycle, Flipcoin. Yo, dit, ik ben zo benieuwd. We hebben hier de gambler. Dit zijn echt fijne vierkante dobbelstenen. Ik weet niet waarom, maar ze zien er echt fijn uit. We hebben hier een horsey. En wat is zo net al een Seedra? De evaluatie. Oké. Bjorn die zegt, dit zijn de kaarten die je kent. De rest ken ik al niet meer. Dat snap ik. We hebben hier een Ekans. Kijk hoe vet deze eruit ziet. Deze kaarten zijn zo sick. En even eerlijk, Wouter. Kijk hoe goed gecenterd deze kaarten zijn. We hebben de Zubat. Deze is ook echt vet. We zijn bijna bij de laatste. We hebben hier een Geodude. Sick hoor, dit packie. Zeg liken. Ja, dit zijn echt vette packs. Hebben we hier na de laatste? Nee, nu komt de laatste. Mysterious Fossil. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Want nu komt de laatste. Kom, geef me die hype in de chat.
Geef me die hype in de chat. Let's go. Let's go. Oké, daar gaat hij. In 3, in 2, 1. Oh, we hebben een Magneton. Oh, check dit kaartje. Gruwelijk. Check die holo. Die holo's maken ze nu niet meer zo vet als dit. Die holo's maken ze niet meer zoals dit, dames en heren. Dit zijn de holo's die wij kennen. Dit is de nostalgiekaart, dames en heren. Oi, oi, oi. Deze is dik. Zo, wat een lekker kaartje. He. Heerlijk. GG, Wouter. Dit is een lekker kaartje. Die doe ik voor je in de toploader. Binnenkort rode toploaders, blijkbaar. Maar dit is een lekker holo kaartje, hoor. Gruwelijk. Dames en heren, ik ben blij dat het gelukt is. Het is gewoon een holo. Dat geeft ons hele goede hoop voor de volgende jungle pack. Die we gaan openmaken voor Wouter. Maar dat gaan we nu niet doen. Dat gaan we later doen. We beginnen met de fossil en we eindigen met de jungle pack. Ondertussen ben ik de andere kaarten even in een sleeve aan het doen. En ik ben heel erg benieuwd wat voor holo uit de jungle pack komt. Yo, dit wordt echt een sikke opening, Wouter. Twee keer de Gallade en nog even de ETB. Het was de allereerste pack. Oh, die kaarten zien er zo fijn uit. Ik ga ze meteen even in een apart packje doen. En het is super fijn om te horen, Wouter, dat de vorige kaarten super netjes mooi binnen zijn gekomen. Dat is de bedoeling. We gaan dan even beginnen met de Gallade, dames en heren. Twee keer de Gallade. Dat betekent twee keer Lost Origin, twee keer Fusion. En bij de andere precies hetzelfde. Twee keer de Lost Origin, twee keer de Fusion. Dus laten we eerst de Fusion Strike doen. En dan gaan we daarna over naar de Lost Origin. Amelie zegt de meet and greet was echt leuk. Dankjewel, super tof om te lezen. Oké, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Mijn Duitse. Oi, oi, oi. Net zo slecht als mijn korfbal skills. Ik gooi altijd naast het mandje. Mandje. Wat een fijn woord is dat. Mandje. Mandje. Ik gooi altijd naast mandje. Mand. Korter. Korter. Ja, ik wist dat jullie het gingen zeggen. Mand. Mandje. Mandje. Wow, wat een fijn woord is dat. Mandje. Oh, kijk. Een Eevee. Eevee blijft een mooie kaart, hè? Oeh, Zigzagoon. En we hebben de Toxtricity. Die is ook nice. Zowel van de vorige die we zagen, de holo, en deze is allebei nice. Ella, super tof dat je er bent. Goedenavond. Maar nu ik de chat weer even een beetje goed kan lezen, omdat we even wat normalere packs gaan openmaken, laat even weten, wat hebben jullie dit weekend gedaan? Ik ben benieuwd. En maakt niet uit wat je hebt gedaan. Ik vind het interessant. Virtulux, dankjewel voor je 4 maanden sub. Dankjewel, baas. Shoutout naar Mimo. Hey, kijk eens even. Cinderace, 4 kaartje. Die hebben we in de pocket. Jarno heeft in bed gelegen. Nou, dat boeit me dus inderdaad helemaal niks, Jarno. Maar de rest boeit me wel. Viking is lekker gaan gamen. Amber is naar de kermis geweest. Moesha die heeft bezorgbussen schoongemaakt. Lekker gewerkt, pik. Goed bezig. Rolinde heeft huis schoongemaakt. Tara heeft lekker gevoetbald. En Risk gespeeld. Oh my god, ik ben jaloers. Risk gespeeld. Ik heb keer op keer gespeeld. Dat is ook echt een leuk spelletje. Keer op keer. Leuk, hè? Oh! Let's go, Wouter! Fusion Strike. Oh, wat een heerlijk kaartje. Toploader waardig. Shadow, die heeft een beetje alcohol geconsumeerd. Dat kan natuurlijk ook. Zo, dit is een lekker kaartje, hoor. Heerlijk. Dijkmans heeft zijn verjaardag gevierd. Nog gefeliciteerd. Oeh, Nectar heeft een platenspeler gekocht. Heerlijke nostalgie. Lekker bezig. Kijk, leg deze hier neer. Mooie kaartjes zo. Dansfeest gehouden met mijn beste vriendin, zegt Mike. Superleuk. Monkey zit al 3 weken ziek thuis. Oh, dat is niet best, maat. Beterschap. En hopelijk heb je een beetje afleiding bij deze stream. Freak Danger. Danger, thanks voor de 5 euro dono. Ik ben Roemeens aan het leren. Zo, dat lijkt me echt wel een pittig taaltje, hoor. Roemeens.
Oude autoconventie. Dat lijkt me ook super dik, Suba. Oude autoconventie. Keihard. Wat is die QR-code? Scan hem maar. Scan hem maar. Mark NL 111, dankjewel voor je suppie. Ik ben een weekendje bij mijn vader geweest. Nou, dat kan ook gezellig zijn. Voor mij niet natuurlijk, maar voor anderen wel. ik heb een Spartacus run gedaan. Oh, meen je? Oh, kijk. Deze holo is wel vet trouwens. Deze ziet er dik uit. Mooie holo. Ik ben aan mijn paarden geweest. Nice. En wat voor paarden heb je dan? Heb je mooie ponies? Of zijn dat volwassen grote paarden? Hey, Melawai. Leuk dat je erbij bent. Welkom. Hey, Bellinai. Heb je het leuk gehad daar? Kitty die heeft een waterpolo-wedstrijd gekeken bij een vriendin. Dat lijkt me nou echt een zware sport. YOLO waterpolo. Oh, dames en heren. Dat is een bommetje waard. We hebben een dubbele hit. We hebben een dubbele hit. Oh, we hebben een dubbele hit van de Lost Origin voor Wouter. En we hebben een dono van Freak Danger. Is het ook? Je moet wat over hebben voor je vriendin. Oh, je vriendin is Roemeens. Oh, vet. Ik vind het altijd leuk als, als mensen een buitenlandse vriend of vriendin hebben. Want ja, dat betekent andere taal leren. En dat is wel echt tof. Ik vind het ook altijd zo sick hoe goed sommige buitenlanders Nederlands kunnen. Dat is echt bizar. Zo, lekkere kaarten tot nu toe, Wouter. Een Panic Mask. We hebben een Sidra. Ik lag ziek op bed helaas. Oh, dat is balen, beterschap. Hey Lisanne, leuk dat je er was. Fijne avond nog. Oeh, nice. We hebben hier nog een holootje uit de laatste Lost Origin pack van de Gallade Tin. Voor welke Wouter is het? Ja, het is niet voor Wouter de Dodo. Het is niet voor Dodo Games. Zo. Oké, dames en heren. Dan gaan we nu naar de 10 Celebration Packs. Maar dit zijn niet de enige 10. Dit wordt echt een insane unboxing. Kijk, hier hebben we ook nog. Yo, als hier daar... Oké, dames en heren. Er komt even een poll in de stream. En voor iedereen die een account heeft en in de chat kan praten, die kan ook stemmen. Laat het vooral weten, er komt even een poll. Denken jullie dat hier een Charizard in zit? Ik ben benieuwd. Laat het weten. Een Charizard. Hoeveel Elite Train? 3. Kijk dan, 30, dames en heren. Oh my god. Ik bedoel, dat moet toch wel. Dat moet toch wel. Maar ja, je weet het maar nooit, hè. Je zou denken, het moet wel, maar... Hè? Je moet soms geluk hebben met dat soort dingetjes. Er wordt een latertje voor Enzo Knolletje. Ja, we gaan sowieso gewoon lekker even livestreamen en we zien het wel. 7-0 Ajax, what the heck? No way. Wow, het staat 7-0 voor Ajax tegen Excelsior. Oh, wat ziek, hè? Zo, Excelsior krijgt wel pakkie. Oh my god. Dames en heren, we hebben hier 30 Celebration Packs. 77% zegt dat in één van deze 30 packs voor Wouter, dat daar een Charizard in zit. Nou, weet je wat? Ik ga even kijken. Van al deze packs, denk ik, deze komt er een beetje uit. Dat hier een Charizard, een Venusaur of een Blastoise in zit. Freak Danger, dankjewel voor je dono. Wanneer komt Benny weer in de vlog en in de livestreams? Ik kan je wat leuks vertellen. Dit is wel heel erg toevallig dat je dat zegt, maat. Ik heb namelijk gisteravond met Benny afgesproken voor aankomende week. Dus volgende week komt Benny weer in de vlog. Daar gaat hij, Wouter. Een Surfing Pikachu en een Palkia. We gaan sowieso even de Pikachu's apart leggen. Ik ben heel erg benieuwd van de 30 packs... hoeveel Pikachu's we eruit halen. Ga je dit jaar nog op windsport, vraagt Chloe. Dat is wel de bedoeling, maar het hangt wel eventjes een beetje van Mario naar schouder af natuurlijk. Een Cosmog. Hey, Surfing Pikachu. Dat is nummertje 2. Voilà.
Yo, keihard trouwens dat die toploaders dus niet alleen in het groen zijn, maar ook in het rood. Echt vet. Daar ben ik blij mee. Mel1990, dankjewel voor je gifted sub aan Hovenier010. Dankjewel. We hebben een Ho-O. We hebben een Zekrom. Oeh, Zamazenta. Oh, we hebben een Luxray. Deze kaart is wel echt gruwelijk hoor. Ook dat de trainer hierop staat. Heel erg dik. Dit is een lekker shiny kaartje. Die sowieso in de toploader gaat. Luxray. Heel vet kaartje. Gruwelijk. Oké, daar gaat hij. Reshiram. Het gaat al veel beter hoor met Marvin. Kijk, daar hebben we de derde Pikachu al. We gaan lekker met de Pikachu counter. Mijn vriend wordt morgen 25 en ik heb 25 cadeautjes voor hem gekocht, zegt Veerle. Ah, dat is wel echt super lief van je. Super lief. 25 condooms, elke dag één. Oh. Sorry. Goed, we hebben hier Dialga, we hebben hier Mew en Palkia. Goed, is wel een leuk idee van mij, eerlijk is eerlijk. Sorry. Ik kom net kijken, wat zijn dat voor pakjes links, zegt Play Pokémon. Dat zijn oude vintage packs, deze hebben we net opengemaakt. De Holo Magneton kwam eruit. De Jungle Pack gaan we straks ook openmaken, die is ook verkocht aan Wouter. En die andere Fossil Pack, die staat nog online. Oké, daar gaan we. Elftal. Een Surfing Pikachu. Alweer eentje. En we hebben een Cosmog. Zo. En die Surfing Pikachu moet ik even hier neerleggen. Welke website? Je kan scannen. Er staat daar Scan Me. Dan kom je op de website. Of als je gewoon uitroepteken Pokémon doet. In de chat. Oké, dames en heren. Daar gaat hij. Een Charizard. Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Dat is het enige wat telt. Een Charizard. Oh, een Dark Gyarados. Ik moet zeggen, dat is ook wel een lekkere hit, hoor. Imperfect Human. Thanks voor je donatie. Hey Enzo. Misschien leuk verhaal. Ja, ik ga mijn best doen, Imperfect Human. Om in ieder geval even een lekkere stream voor je neer te zetten. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker hangen. We gaan straks gamen. We gaan lol maken. Alleen maar positieve vibes hier in de chat. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Dus blijf gewoon vooral hangen. Mikey, thanks voor de dono. Hoe groot acht je de kans dat je met oud en nieuw... dat je oud en nieuw in de nieuwe woning kan vieren? 100%. Yes. Hey Sophie, dankjewel voor het complimentje. Ik vang net een shiny op Pokémon Go. Ja, dat is toch moeilijk? Oeh, Professor Research, full art. Dat is toch moeilijk, een shiny vangen met Pokémon Go? Dan, ik bedoel, wanneer is het ook weer shiny? Ja, als hij glinstert. Maar waar vang je die? Op een speciale plek of een bepaald tijdstip of zo? Ik speel geen Pokémon Go meer. Maar ik weet wel van Link Tiger dat hij altijd heel erg lijp doet over shiny Pokémon's. Op Pokémon Go. Dames en heren. Oh, Mewtwo. Heel erg nice. En ik heb echt een hele zieke update. Wouter. Jij bent niet de enige met de hele lijpe packs van vanavond. Want deze laatste fossil pack, die is zojuist ook verkocht. Dus we gaan in deze livestream nog een fossil pack openmaken. En nog een jungle pack. Dus dit is gewoon echt een van de lijpste Pokémon streams in één keer. Ik ben ook heel random live eigenlijk. Hey, daar hebben we weer een Pikachu. Oh, ik hoop zo erg die Charizard. Please. Shiny is in Pokémon Go zoveel makkelijker dan in andere Pokémon games. Ja, is dat zo, ja? Woutertje zegt, de laatste special is nog niet verkocht. Nu wel, haha, optie. Oh, heb jij die genomen, Wouter? Nee, meen je dat? Even kijken, hoor. Waar is mijn muis? Oh my god. Wouter, die deze bestelling heeft, die heeft ook de andere fossil pack gekocht. Dat betekent, Wouter... Dat we echt veel voor jou gaan openmaken vanavond. Deze man. Ongelooflijk. We zitten trouwens ook bijna op de volgende giveaway. En de volgende... Oeh!